Jorgine de Koning, welkom. Net 10-0 gewonnen van Tsjechië. Wat is je gevoel? Ja, gaaf. Het was een hele leuke wedstrijd. Het was eigenlijk best wel leuk om mee te maken, om te zien ook. Veel mooie goals staat er tussen. En mooi te zien dat we gewoon energie leven. Ik heb een paar foto's van je geschoten dat je alleen op de wereld staat eigenlijk. Voor jou als keeper is deze wedstrijd natuurlijk niet heel enerverend in de zin van dat je aan het werk moet. Hoe ga je daarmee om? Als je daar dan in je eentje staat en je ziet het allemaal zo ver van je plaatsvinden. Het kan heel eenzaam voelen inderdaad, omdat je op een gegeven moment in je eentje op een helft staat. Maar je raakt eigenlijk geen focus kwijt. Dus zoals ik al zei, het is eigenlijk vooral genieten en kijken naar het team. En je bent nog steeds bezig met de verdediging scherp houden, want je wil niet een rare uitslag als team 4 of zo. Dus eigenlijk een beetje de bedoeling dat ik niks te doen krijg. En dat is ook eigenlijk mijn doel dan. Dat ik niks te doen heb, en dat zal al met zelf zijn. Ja. En voor de rest is het eigenlijk gewoon juichen als een mooie zin. Ja. Ja, jij wisselt steeds met Anne, hè? Per kwart wisselen jullie van plaats. Ja. Heb je het idee dat heel goed werkt voor jullie? Of zou het ook nog zo kunnen zijn dat je daardoor misschien minder groeit, omdat je toch wel iets minder speeltijd krijgt? Ja, ik vind het persoonlijk heel fijn. Dus voor mij als nieuwkomer natuurlijk sowieso elke minuut die meepakt heel erg mooi. Dus ik denk dat het daardoor het voordeel is dat we allebei wedstrijden op me houden. Het nadeel is inderdaad dat ik niet in de wedstrijd kan groeien. Maar ja, zeker in dit soort wedstrijden, je krijgt als het goed is niet veel te doen. Misschien een bal. Voor mij werkt het. Ik denk wel dat als het een belangrijke wedstrijd wordt, zoals in de halve finale en de finale, denk ik niet dat ik ervoor kan doen, maar ik heb niks over gehoord. Maar zeker zo is het wel fijn om verschillende tegenstanders allebei mee te kunnen maken. Je houdt gewoon juist je wedstrijdritme door elke wedstrijd te spelen, maar ook door eigenlijk kwart en kwart te doen. Ja, ja, het is natuurlijk ook een bepaald ritme. Hè? Ik bedoel, als je daaraan gewend raakt. Persoonlijk heb ik inderdaad zoiets van de bondscoach zou dit gewoon vol kunnen houden. Want ik heb wel het idee dat het voor jou en Anne prima werkt. Het team is er ook op ingespeeld. We gaan het zien. Terugkomend op de wedstrijd. Je gaf al aan hè, dat je toch probeert dan te coachen, de verdediging daar neer te zetten. Want dat zou te kunnen verslappen natuurlijk in die voorwaartse beweging. Moet je dan niet heel erg gillen? En heb je ook het idee dat je alles aankomt wat je roept? Nee, niet alles. Het is een kwestie van time. Wanneer roep ik? Kijk, als het publiek allemaal met z'n allen aan het zingen zijn, dan kom ik er niet overheen. Dus als ze wat dichterbij me staan, kan ik iets roepen. Het is eigenlijk best wel zo hard mogelijk gillen, hopen dat het aankomt. Kijk, ik ga niet proberen te roepen als zij op de andere 23 staan, want dat red ik sowieso niet. Nee. Dus het is eigenlijk slim coach, wanneer kan ik wel, wanneer kan ik niet, maar het is wel altijd op mijn alert. Ja. Je bent eigenlijk een beetje nieuwkomer in het grote Oranje. Hoe bevalt het je tot nu toe? Ja, het is net. Ja, het is zo gaaf. Het is een toernooi in eigen land. Het is super vet. De groep is onwijs leuk en je wordt eigenlijk net met open armen bent ontvangen. Zo'n toernooi dat deuntje meemaken, en dat is zeker voor zo'n eerste jaar, is het nogal wat. Ja. En het is echt fantastisch. Ja. Ja. Nou, het is eigenlijk wel snel gegaan, hè? Ik bedoel, Joyce ging weg en jij en Anne schoven door, samen wisselen. Jullie spelen maken dus eigenlijk best wel veel minuten, toch? Ja. Dus hoe denk je dat het hierna gaat zijn? Denk je dat je voor je plaatsje moet blijven vechten? Ik blijf sowieso vechten voor mijn plaatsje. En het is natuurlijk het juiste antwoord om te zeggen is... Maakt niet uit wie er staat, zolang maar binnen. Maar natuurlijk hoop je dat je er staat. Daar ben je ook tof voor te worden. Dus je wil iets bijdragen aan het team. Ja. Is het niet zo, dan is het accepteren. En dan ga ik op een andere manier mijn bijdrage leveren. Ik hoop dat ik er sta. En dus niet, dan is dat zo. Oké. Nou, aanstaande donderdag de halve finale. Ja. Hoe zie je daarna uit? Ik kijk er heel erg naar uit. Ja, maar... Heb je een idee hoe dat gaat verlopen? Of? Dat wordt een spannende wedstrijd. Ja, dit zijn de wedstrijden waar het om gaat natuurlijk. Die is echt erop op de onder. We moeten eigenlijk de energie die we vandaag leveren, moeten vast blijven houden. En nog meer, nog net meer kwaliteit, net iets meer slimmigheid. Je gaat minder ruimte krijgen. Dus het zal voor het team zeker een stuk moeilijker worden. En Engeland is natuurlijk een tegenstander die we goed kennen. Veel geanalyseerd. We moeten alles zetten om te winnen. Ja. Oké. Nou, ik wens je heel erg veel succes. Het hele team natuurlijk. Gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, bedankt. En bedankt voor het interview. Ja.